De boer moet niet een te anonieme leverancier worden van een ondoorzichtige voedselketen. Kortom, hij moet de regie terugkrijgen. Dat schrijft LTO-voorzitter Albert-Jan Maat in een boek over de toekomst van het voedsel en voedselproductie in Nederland. In het boek geven 10 personen uit de voedselwereld hun toekomstbeeld op voedsel en de productie ervan. Staatssecretaris Van Dam presenteerde het boek donderdag in Rotterdam. Hij ondersteunt de uitspraak van Maat. Als je die voedselketen in beeld brengt, dan zie je ook aan de ene kant heel veel boeren, aan de andere kant heel veel consumenten. Maar daartussenin maar een paar hele grote partijen die eigenlijk heel veel te zeggen hebben. Waar ik naar wil zoeken, doen we zowel in Europa als in Nederland, is hoe kunnen we die boer nou een sterkere positie geven? Hoe kun je zorgen dat je dus veel meer ondernemend kunt zijn? Ondernemend zijn is meer invloed hebben op de kwaliteit van je product, meer invloed hebben op de prijs waarvoor je het kunt verkopen. Zodat je minder afhankelijk hoeft te zijn van al die partijen in de keten. Hij heeft onze opmerkingen overgenomen en voor ons beiden is er werk te doen. Voor de sector is voor te zorgen in die sectoren waar de keten, de boer weinig invloed heeft in de keten, boer of tuinder, dat daar wat aan gedaan wordt, moet ons beter organiseren. En de staatssecretaris moet ervoor zorgen dat we een eerlijk concurrentiebeleid gaan krijgen. Niet meer de laagste prijs leidend, maar hoe is het product geproduceerd, een duurzame verhouding in de keten. Dat is essentieel. Dus beide moeten we aan het werk, maar ik ben blij voor zijn ondersteuning op dat punt. De boer gewoon niet alleen een sterke positie krijgt, maar zich ook sterker voelt. Dat is een boer die zich wil onderscheiden. Die net even een ander product, een beter product wil maken dan zijn concurrenten. Die moet die ruimte ook hebben. En die ruimte, dat is niet alleen maar ruimte om te ondernemen, maar is ook ruimte doordat je een positie hebt ten opzichte van de partijen die bij jou iets komen kopen. En dat je eigenlijk niet totaal afhankelijk bent, wat je nu vaak ziet. Dus dat heel veel boeren natuurlijk gewoon afhankelijk zijn van ja, de prijs die op een hele andere plek wordt bepaald, waar je zelf eigenlijk helemaal geen invloed meer op kunt hebben. Hoe meer je weet, hoe beter je eet. En alle aandacht zijn we heel erg blij mee. We doen heel veel. Per jaar komen al tussen de 500.000 en 1 miljoen bezoekers op boerenbedrijven in de KAS. Dus het is een goede ondersteuning. Het is goed dat het onderwijs opgepakt wordt. Ik ben er ook blij mee dat de staatssecretaris zegt, ik ga weer beginnen met het schoolfruitproject. Daar is EU geld voor. Het wordt tijd dat ook de overheid weer de werkelijke waarde van eten ziet. En mee met ons werkt aan een goede opleiding van kinderen, maar ook van de consument, dat hij bewust eet. Daar begint het mee.